stoep is wat breder geworden en het is wat stiller qua geluid. Dus ja, op zich ben ik er wel tevreden mee. Fietsstraat noemen ze het, waarbij de fietsers de baas zijn. Tekeningen gezien voor de nieuwe school, dus ik vind het alleen maar een vooruitgang. Dus ik denk dat het op zich zou het best mooi kunnen worden. Heel de Ewart Meisterlaan is vernieuwd met nieuwe fietspaden en parkeerplaatsen. Fietsstraat is nu formeel opgeleverd en Fietsstraat is een onderdeel van de hoofdfietsroute die uiteindelijk eindigt in Leidse Rijn over de brug heen die nu wordt gerealiseerd. Ja, ik vind het wel heel mooi, lekker breed en leuk met al die nieuwe bomen en plantjes. Ziet er echt super, wel heel gezellig uit. De bouwwerkzaamheden voor de school en de fietsbrug die zijn net gestart en nu worden de eerste palen geboord. Van harte welkom. Dit is het officiële startbouwmoment van ons project. De fietsbrug is een van de grootste projecten in ons fietsprogramma. En het verbindt natuurlijk onze nieuwe wijk Leidse Rijn. Daar gaan uiteindelijk 100.000 mensen wonen, hè? Net zoveel als in Leeuwarden. En het verbindt die nieuwe wijk met de oude stad. De kinderen vinden het heel spannend wat er gebouwd wordt. Ze vinden het moeilijk om te kijken hoe het er in werkelijkheid gaat uitzien. Daarom gaan we in december ook met alle kinderen binnenkijken om de ruimte te ervaren een keer. En dat wordt echt voor de kinderen een punt van wauw. We zijn echt met z'n allen ontzettend trots op hoe alle componenten samenwerken. Dat het echt één geheel geworden is. Dat je nauwelijks kan zeggen of het nou een school of een brug is. Het is echt allebei. Ja, dit is een apart werk, zeg maar, waar de brug die landt op een dak van een school. Dat komt natuurlijk niet heel vaak voor. En volgens mij in Nederland is dat ook nog niet gemaakt. Dat geeft eigenlijk de uitdaging voor het project. Officiële opening voor iedereen, voor alle ouders. De wijk is uitgenodigd, want na 4 jaar werken is er echt een fantastische school gebouwd.
De Daphne Schippersbrug is een hangbrug. Daarvan zijn er nog niet zo heel veel in Nederland. En vooral niet met zo'n grote overspanning. De totale overspanning is 110 meter over het Amsterdam Rijnkanaal heen. Het lijkt mij wel wat te worden. Ik vind het leuk dat hij zo over die school heen gaat. Misschien meer om hard te lopen of om met de hond naar de overkant te gaan. Weer eens een keer een andere route. Als je gewoon zo'n belangrijke brug, dat die gewoon jouw naam krijgt. Dat is iets heel, heel bijzonders. Het is natuurlijk een enorme eer, dus ja, daar zeg je geen nee tegen. En ja, jij hebt nu je eigen verkeersbordje. Ja.